kijken of we contact kunnen krijgen met André. André, kun je mij horen? André, kun je mij horen? Ja, ik kan jullie prima horen. Zeg, hoe is het met jou? Want waar ben je nou eigenlijk? In welk gedeelte van het ruimtestation? Ik ben hier in de SM. Dat is de service module. Zeg maar het leefgedeelte van het ruimtestation. En dat is waar we ook eten. Ik heb hier de tafel waar we ontbijten. We hebben daar water. We kunnen daar water drinken, heet voedsel maken. En dat dienblad waar die dingen op lagen, wat was dat nou? Ja, dat is traditioneel om brood en zout te geven als je binnenkomt. Vandaar, dat is een traditie, een symbool van welkom. Nee, de kaas, dat weten ze nog helemaal niet. Die heb ik voor het ontbijt nu vandaag. Want we gaan straks na deze opnames gaan we even ontbijten. Ik heb behalve kaas ook wat ontbijtkoek bij me. En Haagse hopjes, paaseitjes, die zijn overigens half gesmolten, want die had ik in mijn ruimtepak. En wat dropjes. Ruimteziekte? Nou, in het begin moet je wel een beetje oppassen. Want je voelt je soms heel vreemd en je kan op je kop de ruimtestation gaan hangen. En dan is ineens de vloer is het plafond geworden. Dus je moet een beetje oppassen met wilde bewegingen in het begin. Slapen is best lastig. Ja, dat is een hele vreemde situatie als je rondzweeft. Je kan je niet echt vastmaken. En je moet zorgen dat je een beetje klem zit, om toch het gevoel te hebben dat je ergens in ligt. Maar ook op een gegeven moment was ik in de Soyuz en dan keek ik 's nachts naar de aarde. En dat was, dat had je echt het gevoel dat je buiten de planeet was. Je ziet een hele vage bol met heel veel bliksemflitsen overal. En dat was toch een hele buitenaards ervaring om zo rond die aarde te vliegen. Je had echt het gevoel dat je er helemaal buiten stond en dat je als een soort bezoeker naar de aarde keek. En heb je Nederland nou al vaker gezien? Nederland is gelukkig elke dag goed voor mij te zien. Gisterochtend had ik een prachtig zicht erop. Dus wat dat betreft ben ik heel tevreden. Ik heb een lijst met tijden en daarop kan ik zien wanneer we overgaan. En het is natuurlijk maar een klein land, dus je moet oppassen dat je niet iets te laat komt, want dan ben je er alweer voorbij. Maar het is prachtig te zien. André, heb je nog een boodschap voor ons hier op aarde vanuit de ruimte? Ja, ik kan alleen maar zeggen dat dat jullie op een fantastisch planeet wonen. Ik ben er even van vandaan, maar het is echt een schitterend planeet. Maar ook een hele kwetsbare planeet. André, we are losing you. En dat zijn de laatste beelden. Na 9 dagen in de ruimte keert Kuipers eind april weer veilig terug.